Amar, kom lekker binnen, jongen. Hai. Zo dan. Hoe is het dan? Ja, lekker maar. En jij dan? Ja, man. Goeie, kom lekker trainen, hè? Ja, man, sowieso. Gaat goed? Ja, lekker, man. Ja, toch lekker. Wel een paar verrassingen voor je. Echt? Ja, gaan we. Vertel. Nou, jij zei van, we gaan droog trainen. Uh-huh. Dus dan gaan we daar een beetje een extra stap van maken. Wat gaan we doen, vader? Fabio, wat doet een wetsuit? Een wetsuit zorgt voor warmte op de huid. En die warmte die zorgt dat je in fight mode komt. Waardoor je meer vet verbrandt, meer spieren aanmaakt en gaat zweten als een gek. Dus dat ga jij uitproberen. Oké. Okay. Ik zit echt kleed op. Oké, is goed. Nou ja, goed zo. Zo! Dan heb je snel een avond opkleed. Ja toch? Ja, doe maar even. Oh, deze ding strak, jongens. Moet er wel voor over hebben om Kirk Brood te gaan. Sowieso. Nou, Fabio, ik ben er klaar voor. Vertel, wat gaan we doen? Top. Wat gaan we doen? Ik heb voor jou een aantal mooie zandzakken neergezet. Ik heb voor jou een slee neergezet. En we gaan touw trekken. En wat we daarmee gaan doen, dat ga je één voor één uitvinden. Alright, nou, dit is de eerste oefening. We gaan lekker touw trekken. Wat je eerst gaat doen is lekker vooroverleunen, zo ver als je kan. Dan pak je een touw even beet, want anders... Het idee van het touw trekken is dat je je elleboog tegen je heup aantrekt. Dus als je daar even mee begint. Juist. En met één hand parkeert er. Nu gaan we beginnen. Zou er een klein beetje gewicht op voor je? Wacht. Wacht. We zijn wat vergeten, jongens. Wacht. Mag niet ontbreken, jongens. Ja? Ja. Goed van overleunen. Ja. En dan tegen je binnen aantrekken en zorgen dat je je vingers gaat zien. Yes. Yes. Iets minder ver, korte en kleinere stukjes. Kom, hou binnen dat touw. Door. Oké, Amar, we gaan nu sprinten met de slee. Er ligt nog geen gewicht op, zodat je eerst even kan voelen wat de slee is en hoe je snelheid kan maken. Okay. Daarna hebben we zandzakken genoeg staan om het heel zwaar te maken. Die gaan we er gewoon één voor één bij gooien. Handjes een beetje 5 centimeter onder het ding. Hoofdje lekker tussen je handjes en dan zou ik zeggen gewoon vooruit rennen. Terug sprinten. Yo. Yes, hup, en gelijk weer. Hup. Juist. Alright, man. Ik heb je onderschat. Maar ik heb je zo onderschat dat we er even 1 of 2 over slaan. Dus we gaan er gelijk even een evenwichtje op. Ik zou zeggen, probeer het nog een keer. Dat is 50 kilo. Let's go. Sneller, hup. Juist. Hij mag wel iets zwaarder, hoor. Hij mag wel wat zwaarder, hoor ik. Dus dat gaan we doen. Nou? Hoeveel kilo is dit? 100. Get fit or die trying. Amarino, put the fresh body. Let's go! Oké. Stop. Stop. En daar omdraaien. Nu pak je er mee. Sneller. Hup, 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 hup. Boom. Lekker, man. Lekker, man. Tijd voor de volgende. Dit is wat anders. Tijd voor de volgende. En die schuiven door het dak heen en dat soort dingetjes. Zo, dat wetsuit, jongens. Goede conditie. Oké, wat is dit? Dit is een bear harness. Daarmee ga ik je vastmaken aan die slee. En dan gaan we nog even een paar leuke oefeningetjes doen. Maar. Hoe moet dat ding aan, man? Gewoon zo'n soort dingen. Hou maar even aan de lijn. Mag dat een echte... Hazenwindhond. Oké, lekker. Gaan hangen achteruit. En dan mag je mij die kant op trekken. Gaan we sprinten. Sprinten. Harder. Kom maar. Alright, kom op. Je bent nu de echte trainer aan het trekken. Kom maar. Nog 2 stapjes. En dan draai je zo meteen om. Draai om. Ja, loop er gewoon omheen. Loop er omheen. Dan gaan we gewoon achteruit. Ik word meegedraaid door de camera. En sprint. Harder. Ja, is lekker, man. Hé, hey, maar Fabio, ik vind het wel echt een interessante workouts, man. Niet wat je in een ordinaire sportschool ziet. Nou ja, ik heb 10 jaar lang in een global gym gewerkt, noem ik dat. Een sportschool waar je een entree-ticket koopt voor een paar apparaten en een barbel. Toen op een gegeven moment erachter kwam dat dat mijn lichaam niet veel beter maakte, ben ik opnieuw gaan zoeken naar andere dingen. Ja, ben ik op heel veel andere dingen uitgekomen en dit werkt veel beter. Ja, dus, ik vind het wel wijs met sweatsuit en dit soort oefeningen. Ja, is goed. We gaan naar de volgende. Ja. Dat
is een bear crawl. Je mag die kant op kijken en mag je op je handen en je knieën gaan zitten. Yes, mag je op je handen en knieën gaan zitten? En stapjes links en rechts tegelijkertijd. Dus linkerhand, rechtervoet. Kom op, man. Kleine stapjes, knieën bij de grond houden, knieën bij de grond houden. En grommel als een echte beer. Je moet een bear crawl. Let's go. Ga zo. Wow, die knieën, jongens. Maat, wat is dit? Dit is de bear crawl, vriend. Ja, je dacht dat we makkelijk zou zijn hier zo. Nee. Nou, dan is het goed, dan is het goed. Pakje mag je uien. Geniaal fit, ga checken. Ik heb geen idee. Ik had ook geen idee. Dat was het explosieve gedeelte. We gaan naar wat echte werk met de zandzakken. Dus deze, die hebben we niet meer nodig. Dan gaan we daar maar verder. Het kutste van de zandzak gaan we gelijk mee beginnen. Dan gaan we hem eerst leren oppakken. Nou, als je hier op de grond ligt en hij blijft daar liggen, dan kennen we niks, hè? Uh-huh. Dus het eerste wat we gaan doen, is gewoon lekker naast die zandzak staan. Pak hem op, trek schouders naar achter en vanuit je hamstrings in je billen. Hup, gewoon even omhoog. 30 kilootjes om mee te beginnen. 30 kilootjes, dus. Warm je upgewicht. Ga dichter naast die zak gaan staan. Echt dat je net je handen er nog tussen krijgt. Zo. En juist, goed je handen eronder. Ja. Handen naar elkaar toe knijpen. En dan je schouders naar achter trekken. Ja. En dan 1, 2, hup. Juist, en dan kan je rechtop. En vanaf hier kan je handen vastpakken. En dan kan je beginnen in je eerste wandeling. En dan moet het zijn bij carry. Ga zeggen, veel plezier. Oeh. Water. Later. Later. Alright. Nou, nu weet je hoe het moet. Dus ik zou zeggen, gooi hem op de grond en pak die roze. Mag ik het zelf doen? Nee, ik wil die zwarte. Nee, dan gaan we hem even opbouwen, maat. Ja. Ik wil niet dat je gelijk je rug vertilt. Ja. Schouders naar achter. Ja, maar je gaat dus niet naar je buiten trekken. Dus gewoon op de grond. Gewoon is zo. Ja, maar je gaat hem naar je pik toe halen. Ja, spitsen. Yes. Ik zou ietsje smaller gaan staan, dat je nog meer de binnenkant van je hamstrings gaat gebruiken. Netjes. Uit die billetjes. Heerlijk. 10. Nou, nu je weet hoe je hem bij je heup kan krijgen, gaan we naar de volgende stap. Gaan we er clean van maken. Mm-hmm. Gaan we even een stapje terug qua gewicht. We moeten altijd eerst de oefening snappen voordat je gewicht gaat toevoegen. Alright, dus hier schouders laag. Nu gaan we wel naar die heup. Vanaf hier ga ik een klein beetje zakken. Knie open, borst groot. Explosief. Mijn heup naar voren en gaan we vangen. We mogen hem een paar keer hier oefenen. Voordat je hem in één keer snel achter elkaar in één keer pakt. Je moet veel explosiever zijn. Die heup naar voren duwen. Juist. Cut the weight. Oké, volgende gewicht. Die? Tuurlijk. Oké, twee keer inademen voordat je begint. Even goed diep in. Yes, kom maar. 1, 2, hup! Ja! Oké, volgens mij wordt het tijd om even een lekker piramidetje voor je te bouwen. Ja. En dan ga jij gewoon even een rijtje achter elkaar doen. Dan wordt die elke keer opeens zwaarder. Dus, we zetten ze even neer. We leggen ze even op een rijtje daarna. Nou, wat gaan we hiermee doen? Nou, jij hebt ondertussen leren op je borst gaan liggen. Maar nu gaan we daar een workout van maken. Oftewel, je gaat ze allemaal één voor één achter elkaar op je borst leggen. Nou, de eerste is 25 kilo, sorry, 30 kilo. De tweede 40, 50, 65 en de laatste is 80 kilo. Ik ga het doen. Let's go! Schouders laag. Ja. Zag ik zo goed? Ja, perfect. Kijk maar. Iets meer met je kom maken. Ja, dat. Perfect. Dan gaat het. Oh, fuck. Easy money. Let's go. Alright. Probeer eens met zo min mogelijk energie eigenlijk omhoog te krijgen. Door, door. Hoe was dit? 40 kilo. 40 kilo. Naar je borst toe. Ja, easy money. Clean. Clean. Clean shaved. Oké, en deze is? 50. 50! Die leuk. Oké, schouders achter. Een seconde achter, borst omhoog. Ja, zo. Ja, daar gaan we. Hup, juist. Lekker. Deze moeten we zijwaarts pakken, maar dat kan jij. Van je arm aan de zijkant pakken, ja. Hoeveel kilo is dit? 65, man. 65 kilo. Dames en heren, 65 kilo. Zijwaarts oppakken en gewoon naar je borst gaan. Kama.
You got this. Zo. Ga je naar achter? Ja. Ja, gaan we. Hoppa. Hut. Borst goed. Ja. Hartstikke idee. Nou, als je dat haalt, krijg je volgende week van mij. Hoeveel kilo is dit? Deze 80 kilo. Als je deze haalt, krijg je volgende week een les van mij. 80 kilo? Ik weeg 80 kilo en dit ding uit. Let's go. Huh? Even naar achter. Ja. Sta ik zo goed? Ja hoor. Oké. Kom op. Heel diep in. Huh? Wat dat? Ja, yes, borstkrub. Borstkrub. Explosief. Zo, die had ik niet verwacht. Godverdomme, daar gaan we zelf. Lekker weten waar. Ik wil nog een keer doen. Ja, als je echt al even je gram wil halen, dan heb ik hier zijn grote broer nog staan. Dan kan je nog even laten zien of hij daar nu al klaar voor bent, of dat we nog een paar weken moeten trainen voordat we die aanpakken. Een echte bad boy. Zal ik hem voor je klaar? Ik moet hem even overleggen. Beste kijkers, wil je dat ik die ga pakken? Oké. Dan ga ik hem. Sterk. Oké jongens, stom genoeg vol. Hoeveel kilo is dit? 105. Dit is één grote schermen. Tromp erop voor jongens. 100. Lukt het jou? Dames en heren. Dames en heren, er komt een dag dat wij allebei deze vertemmen van 100 kilo. Dit is, is een ander biscuit workout. Lekker man. Wat zit er dan onder die pet? Allemaal water joh. Allemaal water. Volgens mij, sweat is fight mode. Volgens mij werkt het pak. Helemaal los. Alright bro, ik zou je verlossen uit het pak. Zal de stoom van zijn rug af zien komen. Het is een idee. Ik ga gelijk maar klaar oplossen. Succes man. Paap, ik heb nog wat voor jou, man. Oh jee, oh jee. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Jij nog vorige week bij de atletiekbaan? Ah. Zocht er nog een stopwatch? Of iets daarvan? Ik heb hier namens Now For You. Ik zat hier zijn bedrijfsnaam erop. Mogen we een giveaways weggeven, hè? Dus toen dacht ik gelijk aan jou. Thanks, man. Eén van deze twee mag jij kiezen, een leuke uit. En dan kan jij die gewoon gebruiken voor je personal training. Ik denk dat jij dat wel heel goed kan gebruiken. Aangezien ik gewoon mijn werk... Ik ga weer die rooien natuurlijk. Die ziet er veel flitser uit. Dat is goed, nou. Dankjewel, man. Bij deze, alsjeblieft. Daar ben ik blij mee. En Now For You, ik ben er blij mee. De volgende keer weet ik ook nog hoe snel hij er weer gerend heeft. Dan ben ik niet heel erg van de strikte tijden. Maar soms is het leuk om jezelf te kunnen verbeteren. Ja. En dan is het handig als je bijvoorbeeld een 100 meter gaat sprinten. Dat je hem dan even kan timen. Dus daar ben ik wel blij mee. Dankjewel, man. Maat, dankjewel. Deze was voor mij. Dankjewel. Ik zou zeggen, kom een keer trainen, we geen outfit. Ja toch, gaan we zeker doen. Zo, beste kijkers. Het was weer een hell of a training. Ik voel me geniaal fit. Ga die man checken op zijn Instagram. Fabian, geniaal fit. Zoals je ziet, hele exclusieve training workout. Misschien is dat ook wel wat voor jou. Als je nog een beetje zoekende bent om niet met die gewichten en de schijf door het dak heen te gaan gooien en alles. Zou ik zeker aanraden doen. Want zoals je ziet, ik ben helemaal gezweten. We zijn nog niet eens, we hebben nog niet eens alles gedaan. Dus met andere woorden, full body workout bij geniaal fit. Dat is wel echt wel super nice. Voor de rest, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like en abonneer. Laat een leuke reactie achter. En we gaan gelijk door voor de volgende vlog. Yes? Mensen, dankjewel en tot later. Hoi!